Hallo allemaal en welkom bij een hele speciale video. Ik ga namelijk mijn haar verven. Dit is wat quarantaine met je doet. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in het verven van mijn haar. Lijkt me super leuk om te doen. Maar ten eerste ben ik bang voor het bleken, want ik heb super donker haar. Het is niet zwart, maar het is wel echt heel donker. En om daar echt een felle kleur op te krijgen, moet je het eerst goed bleken. En bleek is niet goed voor je haar. Daarnaast zat ik bij een modellenbureau en die had gezegd om niks raars met mijn haar te gaan doen. Wat ik ook niet erg vond, want ik vind mijn haar gewoon mooi, zoals het is. Maar nu zit ik niet meer bij een modellenbureau, want ik werd nergens aangenomen. Omdat ik zeg maar 3 centimeter te klein ben. En dat is jammer, maar ik kan er niks aan doen, dus... Ik zou zeggen dat dit het perfecte moment is om mijn haar te gaan verven. Maar ik ben niet van plan om mijn hele hoofd te doen. Ik zal een plaatje laten zien van mijn inspiratie in haar Instagram kanaal. Later kwam ik erachter dat ze deze look heeft gecreëerd met uitwasbare spray. Dus het wordt een beetje een experiment. Ik wil een regenboog in mijn haar. Eentje die zo... als een highlight langs mijn hoofd gaat. En als het er heel goed uitziet, dan wil ik er misschien ook eentje aan de andere kant dat het symmetrisch is. Maar toen ik dat vertelde aan de eettafel, werd ik zo aangekeken. Voor nu zien we wel, ik ga in ieder geval één pluk doen. Ik heb redelijk wat research gedaan voordat ik met bleek in mijn haar ga doen. Ik heb ook gehoord dat je dit het beste door de kapper kan laten doen. Maar wie ben ik als het geen DIY is? En daarnaast, als het fout gaat... dan krijg ik meer views. Zoals jullie kunnen zien heb ik hier een spiegel, zodat ik zie wat ik doe. Ik heb ook heel veel Brad Mondo video's gekeken. Dat is een kapper die reageert op haar verf video's. Daar heb ik ook best wel wat tips van gekregen. Dus ik ga beginnen met het meest enge deel en dat is blonderen. Oh. Oké, dus ik pak mijn pluk. Ik weet niet of dit een hele grote of een hele kleine pluk is. Dan ga ik de rest vastzetten. Damn. Ik had ook in gedachten om misschien een e-girl look te doen. Dat je twee van die dingetjes aan je voorkant hebt. Maar ik denk dat twee regenbogen aan de voorkant een beetje te heftig is. Ik heb nog nooit eerder mijn haar geverfd, mensen. Voor de bleek heb ik deze Manic Panic gekocht met 40 Volume Cream Developer. Dat is zeg maar de meest heftige. Want ik heb heel donker haar. Dus dat leek me logisch. En daarbij zit ook een kwastje, een bakje en... handschoenen. Ik ga niet alle bleekpoeder gebruiken, want waarschijnlijk is dit bedoeld voor meer dan één pluk. Oké, dat is ongeveer de helft. Misschien iets te veel, maar maakt niet uit. En dan moet ik dus de developer ingooien. Totdat het een soort van pasta is. Niet met je neus erbovenop. Waarom gebruik ik dit deel van de kwast? Ik weet niet waar dit naar ruikt, maar het is niet fijn. Ik heb misschien iets te veel. Oké, ik heb nu een mooie, dikke pasta hier. Lekker. Ik ga even de handschoenen aandoen. Oh my god, mijn zweethanden. Ik krijg zweethanden als ik nerveus ben, dus dit is een beetje lastig. Oké, dat is 1. Oké, let's go. Oh my god, oké, ik ga dit doen. Ja, well, there's no way back now. Ik hoop heel erg dat mijn haar niet af gaat breken. Ik ga er lekker veel op doen. Ah! Tijd om in aluminiumfolie te doen. Dit is een futuristische look. En nu een uur tot 90 minuten erin doen. En ik ga mijn... haarwortels. Dit deel ga ik later pas doen, omdat het best wel snel gaat. En daarnaast, daar komt de rood straks. Dus dat hoeft niet al te geblondeerd te worden, denk ik. Ik ga over 10 minuutjes even checken of het al wat lichter wordt. En dan ga ik daarna dit stukje blonderen. En ja, het is een kwestie van wachten. Zet een timer voor 60 minuten. Oké, ik heb ondertussen nieuwe handschoenen gepakt. En ik heb een soort van beschermend dingetje op mijn hoofd gedaan. Want ik ben niet super netjes. Ik ga even kijken of mijn haar al lichter aan het worden is. Volgens mij heb ik al wat gezien. Take a look. Oh, het is lichtbruin. What? Oké. En weer dicht. Terug in je nestje. Braaf. Oké, zal ik nu ook gewoon dit deel doen? Yeah. Niemand kan op dit moment mijn gedachten lezen. Huts. Dit is tricky om niet je andere haren te bleken. Dit is oké, denk ik. Dan gaan we nu een uurtje wachten. Ik zie jullie over een uur. Oké, er is 50 minuten voorbij. En ik ga even checken hoe blond het is. Dit is zo spannend. Is dat mijn haar? Oh my god. Nog niet blond genoeg. Dus ik ga hem nog dicht doen. Ik ga hem nog wat langer erin houden. Ik ga er trouwens nog meer in doen. Hi Toetje. Nee, Toetje. Niet doen. Toetje.
Om één blond plukje te hebben is lijkt me ook best wel gaaf. Als mijn kapper dit ziet, dan raakt ze in paniek. Anyway, ik ga nog zo'n 40 minuten zo zitten. En dan kom ik zo weer terug. Jongens, de 90 minuten zijn voorbij. En ik kan hem eraf halen. Oh my god. Het is echt blonder dan ik had verwacht. Oeh. Ik ga het in ieder geval afspoelen met water en shampoo. Ik doe even een tripje naar de badkamer. Oké, dus ik heb het uitgespoeld met warm water en ik heb het nog een beetje gewassen met shampoo. Het voelt nog best wel sterk aan. Het voelt echt gewoon, dit voelt gewoon sterk. Ik ga mijn haar dus droog feunen. Hij ligt hier nog van de vorige video. Jongens, kijk, ik ben een helikopter. Wow. Oh my god. Wacht. Ik wil even kijken hoe dit eruit ziet. Als het gewoon als een highlight in mijn haar zit. Oh my god. Het is een grotere pluk dan ik had gedacht. Ik had ook net met de folie iets in mijn story gezet als een soort teaser. En mensen gokken allemaal dat ik mijn haar paars ga verven. Wat ik begrijp. Dat was ook eerlijk gezegd mijn plan als eerste. Ja, nu ben ik regenboog aan het doen. Maar zeg maar, ook gewoon zo'n blonde pluk ziet er gaaf uit. What? Ik lijk op een e-girl. Oké, volgens mij heb ik hem weer. Dat er een paar donkere haren meegaan, dat vind ik niet erg. Die worden toch niet echt gekleurd. Er komt een moment in deze video waarin mijn microfoon uitvalt. Alvast excuses. Alright, we back. En ik heb een hele pluk haar gemist. We doen het nog een keer. Oké, ik ga niet opnieuw bleken. En vooral voor het blauwe gedeelte ga ik eventjes mijn haar tonen met deze. Deze heet Lunar Tide Hair Dye. En op de website stond dat het toner is. Het is namelijk voor wit haar, als je wit haar wil hebben. Maar ik doe gewoon een beetje op om de oranje gloed tegen te gaan. Dit is al mijn derde paar. En ik ga de toner ook alleen aan de onderkant erin doen. Daar komt de blauw te zitten. En het is een beetje nutteloos om dat aan de bovenkant te doen. Hier komen rood en geel. Dus hij heeft weinig zin om dat minder geel te maken. Is er eigenlijk lekker. Het kan ook dat hij helemaal niks doet. Dit moet ik 35 minuten laten zitten. Zet een timer voor 35 minuten. Misschien wordt het paars. En daar ben ik oké mee. Oef, oké, jongens. Hij zit er nu 20 minuten in. En dat is minder dan is aanbevolen. Maar ik zie dat hij hem donkerder maakt. Dus ik ga hem nu uitspoelen. Ik denk wel dat de oranje ondertoon er genoeg uit is. En als dat niet is, dan zullen we het zien. En mijn microfoon is uitgevallen. Ik ben klaar om te gaan verven. En ik heb van tevoren een paar dingen gemixt. Namelijk een oranje gemaakt van de geel en de rood. Ik heb best wel veel geel gebruikt en een klein beetje rood. En dat heb ik ook gedaan voor groen. Tadaa! Ook hierbij heb ik meer geel gebruikt dan blauw. En dan denk je ook, oeh, dan heeft ze ook paars gemaakt. En jongens, paars is heel lastig om te mengen. Dus ik was dit sowieso niet van plan om in mijn haar te doen. Maar ik wilde het toch proberen. Dus ik had eerst rood en blauw gemengd. Dat werd grijs. Toen heb ik er heel veel conditioner bij gegooid om het lichter te maken. En nu is het een soort van rare smoky-achtige paars geworden. Ik vind het niet passen bij mijn regenboog. Sorry jongens, ik ga er geen paars in doen. Ik gebruik trouwens Arctic Fox. Ik weet niet waarom ik heb gekozen voor deze haarverf. Ik weet niet, ik had eerder van ze gehoord en ik dacht, oké, sure, ik doe wel Arctic Fox. Ah, een beetje een bloederige boel hier. Het is allemaal haarverf, kan ik je verzekeren. Oké, de rood zit erin. Ik ga eventjes mijn handen afspoelen. Handschoen afspoelen. En dan ga ik over op de oranje. Nice. Oké, op naar de geel. Ik ga gewoon direct naar groen, denk ik, met deze handschoenen. Hier zo. Yeah, en de rest wordt blauw. Ik denk dat ik iets meer geel wil. Deze verf ruikt trouwens echt super lekker. Hoe? Ik hou mijn shirt ook best wel schoon. Misschien wordt dit mijn nieuwe verfshirt. Yo. Oh, dit ziet er gaaf uit. Jongens. Het ziet er veelbelovend uit. Tada! Wauw, ik vind de kleuren zo echt heel mooi. Oké, ik ga een timer zetten. Hoe lang moet dit? Minstens 30 minuten. Oké, zet een timer voor 30 minuten.
Oké, en nu gaan we chillen. Dus over een half uurtje ga ik weer naar mijn badkamer en ga ik mijn haar uitspoelen. Dan kom ik weer bij jullie terug om het te feunen en dan gaan we zien hoe het eruit ziet. Ah, jongens, ik ben zo blij. Ik heb het net uitgewassen en de kleur zit er nog in. Ik moet nog gaan feunen. Jongens, het is zo mooi. Oh my god. Ik moet even een foto sturen naar iedereen. Oké, wacht. Ik moet eventjes de rest van mijn haar naar beneden halen. En een normale shirt aandoen. Oh! I'm so happy! Ik ben verliefd. Het is zo cool. Oh, en de glans, jongens. Het is zo mooi. Ik kan niet stoppen met aanraken. En het voelt ook zo zacht. En het ruikt echt lekker. Mmm. Blauwe snor. Ik moet even goede shots doen op de camera. Oh! Jongens, ik vind het echt zo mooi geworden. Look at it. Oh my god. Ik kan niet stoppen met ernaar kijken. Like, what? Hello. En als ik mijn haarscheiding iets meer naar rechts doe, dan heb ik hem aan twee kanten. Dat is ook cool. Oh, het ziet er zo goed uit. Oké, maar de kleuren zijn dus semi-permanent. Dat betekent dat die na elke wasbeurt een klein beetje vervaagt. Wat betekent dat ik nooit meer ga douchen. Nee, grapje. Maar ik ga wel proberen om hem zo min mogelijk te wassen met shampoo. Misschien vind ik dit wel leuker. In plaats van dat ik mijn andere kant ook ga verven, ga ik gewoon mijn haarlijn verplaatsen. Dit is e-girl style. I love it. That's kind of cute. No. Je ziet er waarschijnlijk een beetje raar uit vanuit de achterkant. Anyway, wacht, ik doe mijn haar even los. Ik hou het even e-girl style, want ik vind het wel heel leuk staan. Ik denk dat ik dit leuker vind dan één kant. I might just keep it like this. Oh ja, jongens, eventjes voor de duidelijkheid. Dit is geen coming out video. Maar ik ben hier wel echt, ik ben hier zo blij mee. Waarom heb ik dit nooit eerder gedaan? Vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog. Volg me op mijn social media. Linkjes staan in de beschrijving. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!